Terlede TV wordt mogelijk gemaakt door Business Club Terlede. Terlede neemt het op tegen Stedoco. De eerste wedstrijd in het begin van het seizoen werd een 3-0 overwinning voor Stedoco. Terlede speelde de vorige wedstrijd 2-2 gelijk tegen RKAV Volendam. Stedoco won daarentegen met 2-0 van Hoek. Lange bal naar Luc de Kruis. Die geeft voor. En binnenkoppen. Nee, geen goal. Voor Steven Waaier. Grote kans hoor. Slechte bal. Hier komt Arroyo vrij. Die geeft hem aan Van der Putten. Van der Putten schiet. Uit de draai. Maar in de handen van de keeper. De tweede helft is begonnen. In de eerste helft gebeurde niet veel meer. Alleen Elhan Koudi is ingevallen. De bal komt bij Van Haren. Die kapt en die haalt uit. Redding van de Vries. En dan gaat hij alsnog binnen. Door Schreuder. Makkelijk binnenlopen van de aanvoerder van Stedoco. Zo is Terlede slecht uit de rust gekomen. Anders te spreken over Stedoco, die heel goed startte. Dit is ook slecht, slechte aanname. En daar zijn ze alweer. Uithalen. Oh, snoeihard schot op de lat. Van Sjaak Kuiper. Het houtwerk redt hier Terlede. Mariana. En zo rolt de bal over de zijlijn. Slecht gedaan van Arroyo. Dit is niet veel beter. Links ligt de ruimte bij Elhan Koudi. Elhan Koudi doet het met een stift. Oh, dat is een mooi doelpunt. Elhan Koudi net ingevallen en binnen 10 minuten krijgt Terlede 2 goals om de oren. Korti in de handen van de Vries. Dit is een goede bal. Aan de linkerkant komt er ruimte bij de Kruis. Slechte bal. De Kruis herovert de bal. Van der Weijden. Van der Weijden. En de keeper. Van Haren. Van Haren gaat door. Van Haren gaat verder. Van Haren gaat scoren. Zo, wat een doelpunt. Danny van Haren. Schitterende solo. Hele mooie goal van Danny van Haren. Hij besluit om gewoon maar te gaan wandelen en ziet waar het schip strandt. Het strand bij een doelpunt dus. De Vries. Met een lange bal naar niemands land eigenlijk. Elhan Koudi. Valt echt goed in. Hij gaat hier ook naar binnen. En hij scoort zijn tweede. Alsof het niks is. Elhan Koudi met een mooi doelpunt.
En na deze goal van Elhan Khoury eindigt het in Sassheim in een 0-4 overwinning voor Stedoco.